Het is droog, op steeds meer plaatsen in ieder geval. In het noorden en in het zuiden breekt de zon door. In het midden van het land blijft het bewolkt. Het is 13 tot 18 graden. Morgen en overmorgen dan krijgen we veel zon en dan is het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
andere jongen, want ik ben zo lopend. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vandaag Hemelvaartsdag 2014. En speciaal vandaag welkom aan onze jongens en meisjes die vandaag hun eerste Heilige Communie gaan doen. We zijn al sinds september het vorig jaar bezig met de voorbereidingen. Daarom wil ik ook van harte welkom alle juffrouwen die hier zijn. De kerngroep zit hier links voor. Dat zijn allemaal dames die een heel jaar samen ook met mij dat allemaal hebben voorbereid. Op school, buitenschool en waar dan ook. Welkom ook aan de ouders van deze lieve jongens en meisjes. Peetooms en peettantes, de opa's, de oma's. En het is altijd gevaarlijk natuurlijk als je welkom gaat heten, dat je mensen vergeet. Welkom ook aan degene die de opnames maken voor de film, voor de foto's. En daar wil ik ook meteen bij aansluiten, lieve mensen. En de kerngroep heeft dat ook gevraagd, zoals andere jaren. Dat er tijdens deze plechtigheid geen foto's en ook geen video-opnames gemaakt mogen worden. En we hebben daar twee specialisten voor. En anders hebben we de hele mis allemaal knip, knip, knip en allemaal lichtstralen. En dat stoort alleen maar. Welkom ook aan iedereen die deze kerk versierd heeft. Dat zijn weer andere mensen. En zo kan ik doorgaan. En ik wil iedereen die hier aanwezig is vanmorgen welkom heten. Welkom in deze viering. En in deze viering, daar gaat het over klaar voor de start. We hebben hier het Olympisch vuur ontstoken en dan kunnen de Olympische Spelen beginnen. En dat wil ik eigenlijk zo'n beetje vergelijken ook met deze kinderen die gaan vandaag, gaan ze definitief meedoen aan die Olympische Spelen, wil zeggen, ze mogen voor met vader en moeder samen deelnemen ook aan de maaltijd in de kerk. Niet alleen dat we vandaag de communie doen, volgende week zondag, dan zijn we weer allemaal hier, gaan we weer allemaal samen de communie, en die zondag erop natuurlijk ook weer allemaal, en zo gaat dat door. De Olympische Spelen kennen in de kerk geen einde, dat gaat gewoon door. Maar, zegt Sint Paulus, we moeten allemaal hard lopen om een prijs te winnen. Niet iedereen wint die prijs. Daar moet je iets voor over hebben. Lieve mensen, welkom. En we gaan beginnen met het openingslied Klaar voor de start. Yeah.
tafelstad van deze mooie mis. Voor ons is dit een grote gebeurtenis. Vandaag voelen wij ons kampioen, omdat wij de eerste heilige communie mogen doen. Wij staan hier allemaal met een brede lach, klaar voor de start van deze mooie dag. De dag waar we wekenlang mee bezig zijn geweest, met alle liedjes, versjes voor dit feest. We gaan op tafel voor de eerste keer en staan klaar voor onze lieve Heer. We genieten van de feestmaal en delen dit met jullie allemaal. Is iedereen al klaar voor? Dan zeggen wij in koor: klaar voor de start! Vandaag is een belangrijke dag omdat ik zelf iets vertellen mag. Ik mag zeggen hoe mijn naam heet, maar ik denk dat Jezus het al lang weet. Ik heet Jason Jansen en ik hoop dat ik profvoetballer word. Jason. Mijn naam is Jennifer Joosten en ik wens dat ik de beste volleybalster word. Mijn naam is Joey Timmermans en ik wens dat ik later militair word. Ik heet Nicky Hendricks en ik wens dat ik een goede turnster word. Mijn naam is Bjorn en ik wens dat er vrede op aarde is. Ik heet Emma Lins en ik wens dat ik vandaag een puppy krijg. Mijn naam is Thijs Vliegen en ik wens dat mijn oma lang leeft en dat ik tractor kan rijden. Mijn naam is Nika Bouten en ik wens dat ik een hele goede telster word. Mijn naam is Mike Nooyen en ik wens dat ik met dieren kan praten. Ik heet Denise van de Pas en ik wens dat ik 100 katten krijg. Mijn naam is Erik Lenders en ik wens dat ik op een tractor kan rijden bij opa en oma. Mijn naam is Vera Galal en ik wens dat het altijd zomer is. Mijn naam is Gillian Pennings en ik wens dat er geen ongelukken meer gebeuren. Ik ben Aniek Peters en ik wens dat ik een paard krijg. Ik heet Daan en ik wens dat ik de beste keeper van de wereld word. Mijn naam is Jacy en ik wens dat iedereen gelukkig is. Mijn naam is Jorge Sieba en ik wens dat ik profvoetballer word. Mijn naam is Dieke Berda en ik wens dat ik een volleybalster word. Mijn
Mijn naam is Tijmen Vromans en ik wens dat ik een mooi leven krijg. Mijn naam is Milou Ottenheim en ik wens dat ik op de regenboog kan lopen. Ik ben Nick Starks en ik wens dat iedereen gelukkig is. Allemaal twee ogen, maar we zien er niet altijd mee. Soms zijn we als een blinde. Luister maar. Goede vader, je gaf me ogen om te zien en oren om te luisteren. Soms gebruik ik ze niet. Goed, ik doe mijn eigen zin, het spijt me. Goede vader, je gaf me handen en voeten. Handen en oren om er mee te luisteren. Maar ik gebruik ze niet altijd. Soms doe ik er mijn vriendjes mee pijn. Het spijt me. Goede vader, je gaf me een hart om er mama en papa, broer en zus en mijn vriendjes er graag mee te zien. Soms lach ik hem uit. Het spijt me. Lang, lang geleden, voordat tijd bestond, waren er geen rivieren of bergen. Geen beekjes of heuvels. Er was helemaal niets te zien, behalve het donker. Maar God was er wel en in het donker bracht hij licht. En zo begon de eerste dag. Toen begon God de zeeën te maken. En tussen de zeeën maakte hij land en liet hierop allerlei bomen en planten groeien. Hierboven liet God overdag een schitterende zon en 's nachts een glinsterende maan schijnen. Hij bezaaide de hemel met miljoenen twinkelende sterren. En zo begon de wereld. Toen vulde God de zeeën met vissen en allerlei kleuren. Hij deed daar ook nog kruipende krabben, sluwe haaien en reusachtige walvissen bij. Boven het land liet hij vogels vliegen, zweven en duikelingen maken. Vrolijke vlinders, bezige bijen en vlijtige vleermussen vulden de lucht. Voor op het land maakte God veel verschillende dieren. Hij liet ze galopperen en draven, lopen en springen. Toen maakte God de eerste man en vrouw, Adam en Eva, om voor al zijn scheppingen te zorgen. Alles was gelukkig en tevreden. Het had 6 dagen geduurd om deze nieuwe wereld te scheppen. God besloot om de 7e dag uit te rusten en daarom is de zondag een rustdag. Oh,
ergens aan het bidden. Helemaal alleen. Dat is een stukje evangelie wat we lezen in een van onze vier evangelisten, Lucas heet hij. En in het 11e hoofdstuk, daar schrijft hij, en toen Jezus klaar was met zijn gebed, vroeg een van zijn leerlingen hem, Heer, leer ons bidden. Zoals ook Johannes het aan zijn leerlingen had geleerd. En Jezus zei toen tegen de leerlingen, als je gaat bidden, dan moet je dat zo doen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. En toen zei Jezus verder, niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder een tafel. Nee, je zet hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht kan zien. Tot zover. Lieve jongens en meisjes, beste ouders, natuurlijk ook de broers en zusjes, want die heb ik straks vergeten bij het welkom eten. En die horen natuurlijk ook bij. En de peetooms en peetantes, opa zo. Iedereen, lieve mensen. In het begin van het jaar gingen we samen met kerngroep bij elkaar zitten en zeiden ja, op Hemelvaart gaan we weer de eerste communie doen. En dan een van de eerste dingen wat we dan gaan doen, hè, is natuurlijk kijken, komt die datum goed uit? Hè, is er dan geen meivakantie? Want we willen dat u er allemaal bij bent. En dan gaan we naar school. En ik weet het nog zo, ik ging de eerste les geven. En toen maakte ik een kruisteken en de kinderen keken mij allemaal aan of ze de keulen hoorden donderen. Ik dacht, wat doet die pastoor toch met zijn hand? En dat is een beetje het evangelie van vandaag, lieve mensen. De kinderen, die keken mij aan en die zeiden, ja, wat is dat meneer pastoor, bidden? Ik zeg, ja, ik zeg, eigenlijk moesten jullie dat eigenlijk al lang kennen. Als je thuis bent, ik weet nog vroeger, als ik naar bed ging en dan bad ik met mijn vader en moeder en onze vader en een weesje goedje en daar gingen we slapen. Maar deze kinderen, toen vroeg ze, wie kent er onze vader? Ja, dat kenden wij niet. En daarom heb ik dat evangelie vandaag genomen van, pastoor, leer mij alsjeblieft bidden. En toen zijn we begonnen met het onze vader. En na het onze vader hebben we nog een ander gebedje geleerd. En hoe heette dat ook alweer? Ja? Het wees gegroet, ja. En we hebben één gebedje voor onze vader, en voor Jezus is dat. En dat andere gebedje, Maria, want Maria dat is de... van Jezus. Maria is de moeder van Jezus. En dat gebed hebben we samen geleerd. Het kruisteken hebben we gemaakt, we hebben het onze vader geleerd en we hebben het wees gegroet geleerd. En ik weet dat de kinderen het nu allemaal heel goed kennen. De vader zelf zei, ik ben zo blij, meneer pastoor, dat ik nu kan bidden. Kijk, dat is een goed gevoel. En dan moeten wij dat doorgeven. Alles wat we hebben en wat we krijgen van onze ouders en wat we krijgen van de kerk, dat moet je niet onder een stoel of onder de kelder ergens op een schap leggen. Nee, daar moet je iets mee doen. We moeten dat licht, zegt Jezus, doorgeven. En dat licht moet op een kandelaar staan. Daarom staat de paaskaars staat altijd op een hoge kandelaar. En dat licht dat moet schijnen voor iedereen. Regelmatig een keer naar de kerk komen. Ik zit al 2 jaar te wachten, jongens en meisjes, op missionaars en missionettes. In andere parochies is het zo mooi. En dan komt de pastoor binnen en die heeft dan van die mooie kinderen om zich heen met een mooi toogje aan. Klaar voor de start. Ja, daar moet je wat voor over hebben.
Denken jullie dat wanneer mensen gaan voetballen en wanneer mensen gaan turnen en wanneer ze hoog springen, dat ze dat zomaar in één dag kennen? Nee, dat moet je oefenen. Daar moet je heel veel voor oefenen. Daar moet je heel veel voor over hebben. En als je missionaar wil worden, ja, dan moet je regelmatig een keer naar de kerk komen. En dan moet je regelmatig de mis dienen, moeten, dat mag je dan. Maar denk er maar eens over na. En dan richt ik mij natuurlijk ook weer zoals vorig jaar naar mijn lieve ouders van deze kinderen. Als jullie kind graag missionaar of misdienette wil worden, steun jullie kind daarbij. Dat doe je bij turnen ook, dat doe je bij het voetballen ook. Denk eraan, je moet nu naar het voetballen, het is zo laat. Hier heb je je zak, daar zitten je sportspullen in. Waarom zouden wij dat niet doen voor de kerk? Klaar voor de start. Toen ik van de kerngroep hoorde dat ze dat thema hadden gekozen, ik was daar echt blij mee. Ik denk, ja, dat is het, dat moeten we hebben. We moeten gewoon beginnen, klaar voor de start. En we moeten dat geloof, dat klein beetje geloof, proberen dat we daar iets mee doen. Ik had het juist over de pelgrimstocht gingen, toen zei ik tegen de mensen, ja, wij hebben vandaag een thema klaar voor de start. En in die pelgrimstocht hadden wij het thema, Heer, geef mij een beetje geloof. Jezus die zei, als je een klein beetje geloof hebt, dan kun je bergen verzetten. En het is juist dat geloof wat we nodig hebben. Dat geloof, lieve mensen, dat begint af te brokkelen. En als we dit uitkijken, hebben we straks niets meer. De kerken lopen leeg, of we vinden het wel goed, of die persoon die doet zijn hoofd wist toch wel. Wat moet ik daar gaan doen? Ja, dat is het juist. Wij hebben geen geloof meer. We moeten proberen dat geloof weer terug te krijgen. Als wij nog eens afspreken dat wij vanaf vandaag samen met deze lieve kinderen weer opnieuw gaan starten. Hey, dat is goed, dat is gaaf, ook al ben ik soms heel kwaad. Jezus hoort, want ik heb niet alle mooie en die gezicht. Ik moet de dag eens voorbussen en de nieuwe stap ik nog steken. Door het zon ons gegeven, is het Jezus te binnen kunt. In de eerste heilige communie, dan zien we het zo niet. Hey, dat is goed, dat is gaaf, al komen. En weten nog niet goed wat geloven eigenlijk is. Maar weten wel, lieve Jezus, dat u van ons houdt. Van grote mensen, maar ook van kleine. Van rijke mensen, maar ook van arme. Van lieve mensen, maar ook van stoute. Ik geloof dat u alles heeft gemaakt. Ik geloof dat u alles aan ons heeft gegeven. De dieren, de bloemen, de regen, de zon, de zee en de vissen. Die de aarde de mooiste kleuren geven. Ik weet dat mensen niet altijd even lief voor elkaar zijn en soms het goede niet gunnen. Maar ik geloof dat wij de wereld nog mooier kunnen kleuren. Ik geloof dat God ons helpen zal om goede mensen te worden, zodat het niet moeilijk is om vriendelijk te zijn, om te helpen om geluk te brengen aan anderen. De maaltijd gaat beginnen. We maken de tafel klaar. We gaan hem gezellig dekken, samen met elkaar.
Wat gaan we er het eerste op leggen? Wat zal het eerste zijn? En witte kleed natuurlijk. Een goed begin is fijn. Ik vind het nog wat donker. Hoe krijgen we meer licht? Zet maar wat kaarsen op tafel. Dansende vlammetjes zijn een leuk gezicht. Ja, de kaarsen op tafel maken mensen heel blij. Ja, die kaarsen wel branden voor jou en voor mij. Het wordt al gezellig. Nu nog wat meer kleur. Wat denk je van deze vaasjes met bloemen vol geur? Ja, de feest. Daar horen bloemen bij. De bloemen staan er voor jou en er voor mij. Breng nu nog het brood en beker met wijn. De tafel is gereed. Vind jij het ook zo fijn? Ja, het eten staat er voor jou en voor mij. Vandaag voor het eerst horen we er nu echt bij. Zak je weg in het zand, er zijn hobbels op het pad, maar ik geef je een hand. Ga je mee, zeg niet nee, maar sta op en doe niet. Zet je voetstappen in die van mij. Volg een spoor en ga door, of ga jij die van goed? We komen op, sluit je aan in de rij. Loop de weg bijna dood, zie je nergens spoor. In de verte wordt het licht, gaat de weg daar soms door. Ga je mee, zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het spoor en ga door, of ga jij liever voor. We komen op, sluit je aan in de rij. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het voor en ga door, of ga jij liever voor. We komen op, sluit je aan in de rij. God, Vader van alle mensen, de tafel is klaar. Brood en wijn staan gereed. Het zijn de vruchten van de aarde. Eten en drinken voor iedere dag. Zo draagt u zorg voor al uw kinderen. U nodigt ons uit aan de tafel van uw Zoon, Jezus Christus, om het heilig brood te breken en te delen met elkaar. Zo is hij midden onder ons, want waar mensen hun leven delen, daar is hij. Wij zijn hier samengekomen om hem nooit te vergeten in ons leven tot in eeuwigheid. Amen.
tafel en dankgebed. We gaan weer verder en bidden samen. Goede God, u brengt ons hier samen als één grote familie, vrienden van dichtbij, maar ook van ver af. Mensen die we kennen, mensen van wie wij houden, allemaal samen rond uw tafel. U schenkt ons dit brood en deze wijn, dat ze voor ons tot teken zijn van Jezus uw Zoon en ons kracht geven om u en onze vriendschap uit te dragen over de hele wereld, nu reeds en voor altijd. Amen. Op de avond voor zijn lijden en dood nam hij het brood in zijn handen. Hij zegende het en brak het en hij gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is het lichaam dat voor u gegeven wordt. Daarna nam hij de beker met wijn, sprak opnieuw een dankgebed en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is mijn bloed dat wordt vergoten tot vergeving van zonden. Om Jezus nooit te vergeten, zijn wij samen aan tafel. Hij geeft ons dit brood en deze beker die hier op tafel staat. Wij willen ervan eten en drinken om te laten zien dat wij bij elkaar horen en met Jezus mee willen doen. Binnenkort mogen jullie mee aan tafel. Zorg er daarom voor dat zij het goed met elkaar kunnen vinden. Jezus heeft ons geleerd wij moeten bidden. En dan bidden we samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil op aarde, zoals in de hemel. Hemels heer, ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals wij een andere schuld vergeven, en leid ons niet in de koning. Muusje stil de hentjes samen en het hertje schoen en blank zit ik hier vandaag te wachten en te bijen in de bank. Ja, wil deze schoen morgen ben ik al zo lang gereid. Omdat onze leven hier dadelijk bij mij woonigheid. Dank je, dank je, leven hier, dank je voor de schone dag. Die ik in mijn kinderleven voor het eerst beleven mag. Och, ik moet nog zoveel leren, want ik ben ook nog maar klein. Wilt gij mij een handje helpen, want ik ken dat niet alleen. Blijf ook later als ik goed ben, altijd, altijd aan mijn zie. Laat
mij braaf en eerlijk leven en al vriendelijk en blij. Dank je, dank je, lieve Lierke, dank je voor de schoene dag. Tegen mijn kinderleven, voor het eerste leven maar. Dank je, dank je. En dan komt dat wegneem de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven. Amen.
Voor alle kinderen die vandaag de communie doen, dat we nog met z'n allen een leuke, mooie dag van maken, waar we nog met veel plezier aan terugdenken. Laat ons bidden. Jezus, help ons daarbij. Bidden we dat alle kinderen op aarde lief zijn voor elkaar, dat ze samen spelen, geen ruzie maken en elkaar niet pesten. Laat ons bidden. Jezus, help ons daarbij. Bidden we dat alle kinderen met respect voor elkaar samen spelen. En ook al ben je niet altijd de snelste of sterkste, meedoen is belangrijker dan winnen. Laat ons bidden. Jezus, help ons daarbij. Bidden we voor onze papa's en mama's, onze broertjes en zusjes, dat ze nog vaak leuke dingen kunnen doen. Bidden dat er altijd mensen zullen zijn die ons troosten als we verdrietig zijn, die met ons lachen als we blij zijn. En we bidden dat al onze dromen mogen uitkomen. Laat ons bidden. Jezus, help ons daarbij. Zingen, zingen, zingen!
Wat een mooie dag vandaag. Belangrijk voor ons en belangrijk voor onze papa's en mama's. Ja, belangrijk voor iedereen in deze kerk. Vandaag voelen wij dat jullie allemaal veel van ons houden. Wij hoorden natuurlijk al bij jullie en bij deze kerk, maar nu is het helemaal echt. Toch hebben wij jullie de komende jaren jullie nog heel erg nodig. Jullie allemaal, mama's, papa's, broertjes, zusjes en alle mensen hier. Vanmorgen zeiden we allemaal, we zijn klaar voor de start. Toen nog met enkele kriebels in jullie hart. Nu is de finish alweer bijna in zicht. En zijn we aangekomen bij het slotgedicht. Vandaag hebben jullie de communie gedaan. Samen het brood gedeeld en de liedjes gezongen. Hopelijk heeft iedereen het fijn gevonden. Bij sport en spel kun je het vaak niet alleen. De kerk voelt nu ook als een club om je heen. Jullie horen er nu in deze kerk bij. Daarvoor zijn we dankbaar, trots en blij. We bedanken onze lieve pastoor voor al zijn mooie verhalen op school en zijn bijdrage in deze kerk. Maar ook de kerngroep, de juffen, voor al hun inzet en vele werk. Wij wensen jullie allemaal nog een mooie dag, dat het een onvergetelijke herinnering mag zijn met een grote glimlach. Hopelijk zien wij jullie in deze kerk snel nog een keer om een kaarsje op te steken of om pastoor te horen spreken. Nu gaan we aan het tweede deel van deze dag beginnen. Met taart, cadeautjes en nog veel meer leuke dingen. Je hoort dat Sylvia zei, nu is de finish alweer bijna in zicht. Maar dat hoop ik dus niet. Ik hoop dat die finish nog heel ver weg ligt. Dat is eigenlijk is dat het einde van ons leven zo'n beetje. Nou, dat wens ik niemand toe. Maar we wensen wel toe wens is jullie allemaal een hele mooie dag, jongens en meisjes. We hebben samen het feest gevierd van de eerste heilige communie. Voor het eerst mochten jullie deelnemen aan deze mooie maaltijd met de grote mensen. Andere jaren hing daar achter in de kerk altijd een bordje, hè, tot ziens. Ik zeg, we zullen het maar weglaten, misschien komen ze dan wel terug. Ik wens jullie, jongens en meisjes, van harte proficiat. Namens mijzelf natuurlijk, namens het kerkbestuur, namens de kerngroep, de dames die hier vooraan links zitten, die toch ook een heel jaar daar hard voor gewerkt hebben. Ik zou eens willen vragen, lieve mensen, laten wij eens een keer flink klappen voor deze dames. Maar daar heb je al bijna een jaar voor nodig om dat allemaal voor te bereiden. Dat versieren, dat gaat allemaal niet vanzelf. Boekjes maken gaat niet vanzelf, kinderen voorbereiden. En ik zou graag, lieve mensen, een applaus hebben voor juffrouw Petra, die gezorgd heeft. Lieve ouders, aan jullie natuurlijk ook onze hartelijke gelukwensen. Broertjes en zusjes, opa's, oma's, peetooms, peettanten, familieleden, eigenlijk de hele parochie. Ik zeg altijd, als er een parochie een klein feestje is, al is het maar een doopsel van één kind, dan is er feest in heel de parochie. Want zegt Jezus, waar twee of drie samen zijn, ben ik in hun midden. En Jezus is vandaag en blijft vandaag in ons midden. Ik hoop jongens en meisjes dat jullie een hele mooie dag mogen hebben. Dan wil ik u graag mijn zegen geven over deze kinderen, maar ook over jullie allen. Mogen de almachtige God u allen zegenen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En nogmaals een heel mooi feest.